Ach, is misschien ook weer een leuk effect. Deze leg ik even weg om te drogen. Deze doe ik een embossingpoeder op. Oeh, dat is wel heel fijn. Dat kon wel eens overal en blijven plakken. Ja, dan zie je ook dat er regelmatig een fout gaat. En dat is ook geen ramp. Nou, op zich valt het wel mee. Het valt reuze mee zelfs. Deze pakken we even dubbel. En die gaat terug in het potje. Potje dicht. Nu gaan we die heat zetten. Komt er nu als het ware op te liggen in die paarse kleur. Ik vind hem leuk. Ik wil hier een randje langs. Misschien een beetje in hetzelfde soort paars. Dan kijk ik even in mijn, bij mijn inktjes. Ja, deze. Dit is de Distress Inkt van hoe heet die? Tim Holtz. Ik heb ook bij ieder kleurtje een dotje klittenband gedaan. Zodat ik bij ieder kleurtje apart een stempelhulpje, een stempeldingetje heb. Daar heb je deze bij nodig. Dan doe ik die hierop. En dan maak ik een randje. Er zijn vast ook regeltjes voor waar ik niet van hou. Ik doe het gewoon zoals ik denk dat ik het leuk vind. Ik zie ook waar die vouwtjes zitten en waar de lijm zit. Dat of meer of minder inkt opgepakt wordt. En daar hou ik wel van. Hier zit heel veel lijm, dat pakt hij niet. Komt door dit soort lijm. Als je andere lijm gebruikt, dan pakt hij wel. Weet ik inmiddels ook door ervaring. En dan nog een beetje iets donkerder. Heel blij van. Deze weer terug hierop. In mijn doosje. En ondersteboven. Want zo bewaar ik die. Ik wil er eigenlijk niet al te veel meer aan doen. Gewoon omdat ik hem klaar vind. Maar er moet nog een tekstje op.
een tekst ietsje. Ja, dus best wel mee. Hoeft mij ook allemaal niet zo recht. Nu ga ik even kijken of ik een Posca stift heb in het paars. En die heb ik. Oh, die heb ik wel. Ik kan wel zeggen, die heb ik natuurlijk niet. Maar die heb ik wel. Misschien dat ik er straks nog iets aan toevoeg. Maar voor nu laat ik hem even zo. Zo werk je met tissues. Ja, deze vind ik verklaar. Ik heb ook wel eens dat ik ze nacht laat liggen en dat ik de dag erop denk. Oh, dat wil ik nog aan toevoegen, dat wil ik nog toevoegen. Maar ja, dat zie je dan straks vanzelf op onze Facebookpagina. Als je erop wil kijken. Dit is Mixed Media... Tags en Art Journal. En ik wil hier een recht ding, een band, een iets. En dan gaan we zoeken. Oh, waar heb ik die ene tape gelaten? Die was echt leuk. Pom, pom, pom. Ik heb, zoals jullie weten, sinds kort mijn knutselkamer ingericht. En ik ben echt alles kwijt. Opruimen noemen we dat. Oh, deze is ook leuk. Deze pak ik er eens even bij pakken. Zit die recht? Ja. Hier zit vast een leuk randje tussen. Van iets. Misschien... Even voor iets groters, denk ik. Ja, je kunt ook te veel hebben. Nou, even die.
iets achter. De druk. Dit is de druk. Wat gaan we erachter doen? Muziekpapier, bladpapier. Heb ik ook nog ergens. Ik ben het goed vol aan het leggen hier. Ik zoek eigenlijk gewoon alleen muzieknoten. Dat is een Sinterklaas kapoentje weer. Wit. Nee. In geval van twijfel, niet doen. Hier staat allemaal tekst tussen, dus dat... Ik ga even iets zoeken om ertussen te doen. Ja, ik ga een stukje van het boek van Winnie de Poe gebruiken. En dan zoek ik eigenlijk een, voor hier op de letters, een embossingpoeder in deze kleur. Give or take. Doe het ook maar gelijk even daarop. Deze. Eerst even embossen. Ik weet van tevoren ook niet wat ik ga doen. Ik merk dat onderweg wel ergens. Ik kan ook niet zo'n dingen plannen. Zo, ja, hoe ga je dat doen? Geen idee. Dat zie ik wel als ik bezig ben. Dit kan weer terug in een potje. Zo'n... Deze aan de kant. Oh, hier weer weg. Dan embos ik dit dadelijk op mijn craftsheet. Niet op de hoogste blaasstand zetten. Anders, dat spul is zo licht, dat blaas je zo van je tafel af. Er staat hier niet zo'n rand, maar beneden was ik hem dus kwijt. Poezen. Die zagen iets langs vliegen en die dachten, dat is leuk. En weg was die. Heel even laten afkoelen. En dan moet hij hierop komen. Met een stukje.
Oh, ik kan natuurlijk ook een stukje proberen doen. Dat is misschien een beetje druk. Een beetje druk. Ach nee, joh, schuren. Zoiets. Die bewaren we weer. Je kunt nooit te veel lijm gebruiken als je maar laat drogen. Dit is dikker papier als het tissuepapier, dus het wil nog wel eens loslaten. Dus genoeg eronder, genoeg erover. Beter te veel dan te weinig. Ja. Even drogen, want anders pakt de secondenlijm niet. Ik plak hout ook met secondenlijm. Ik weet dat het met andere lijm kan, maar dat doe ik nooit. Zou je in deze ook gewoon met deze lijm kunnen doen? Ik ben even bezig en dat is iets, waarom iets veranderen als het voor jou werkt. Je hete lucht vind ik nooit te lang op één plek laten, want je papier gaat bobbelen en het kan echt, het kan letterlijk verbranden. Dat willen we natuurlijk niet. En de stukjes papier, die bewaar je. Foto. Vintage foto, deze. Met deze inkt kun je trouwens ook heel mooi gewoon schilderen. Drukt een keertje ondersteboven papier, doet er een beetje water bij en een kwastje. Je kunt er gewoon mee schilderen. Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met secondenlijm. Ik lijm namelijk altijd of mijn vingers of ik lijm altijd iets wat niet gelijmd hoort te worden. Dus je bent gewaarschuwd. Ik heb het zelfs een keer voor elkaar gekregen om een tong vast te lijmen. Ja, precies. Dus vanaf die tijd neem ik de lijm niet meer in mijn mond als ik het dopje er terug op doe. Zitten. Dus ik zet hem eventjes onder mijn sprookjesboek.
Dus, wat hadden we nog? Oh, deze. Oh ja, deze nog. Is die droog? Ja. Oh, niks gelijmd. Woehoe. Oh, ik ben er nog niet. Moeten de sleuteltjes nog. Ja, niet zo handig. Oké, ik ken de randjes ook eventjes van. Wat gaan we hiermee doen? Dit moet natuurlijk wel een beetje een kleurtje krijgen. Dat zou zomaar lukken. Maar welk kleurtje zullen we daarvoor kiezen? Of eens kijken of de brusho hierop pakt. Daar heb ik nog niks mee gedaan. Nee, dat gaan we doen. We nemen een leuk kleurtje. Kijk, koper en rood hebben we al. Paars. Ja, paars is leuk. Hebben we niet ook nog iets leuks van pink? Of zeegroen? Kleurt er totaal niet bij, dus dat gaan we doen. De leukste dingen zien er altijd niet uit. Of je denkt van tevoren van, dat wordt helemaal niks. Oeh. Kijk. Oh, dit vind ik nou echt leuk. Doe ik ook nog een beetje paars. Omdat die kleuren uit verschillende kristallen bestaan, zie je nu ook geel en blauw en groen. Doe lekker eigenwijs toch nog een beetje paars. Waarom? Omdat het kan. Niet te veel water meer, gewoon nog een beetje activeren. En dit laat ik even drogen. Wat een kleurexplosie. Sok. Yo, echt leuk. Een. En waar dat koper wax zit, dat pakt de kleur niet. Dit is wel een heel leuk effect. Leon 10, dus hier gaan we nog wat meer mee doen. Metaal ondergrond en dan met stencils en lekker de kleuren met brusho. Kijk hoe mooi die kleuren hier worden. Ik word hier heel blij van. Zie je, je gaat iets uitproberen waarvan je denkt dat wordt echt helemaal niks. En dan wordt het iets heel moois, dus ik vind het mooi. Aan de ene kant doe ik deze kleur wax en een ander kleurtje wax. De mogelijkheden zijn eindeloos. Als ik hem stil hou, zie je op de blaadjes gewoon de kleur veranderen. Ja. Hier is wat. Weghalen. Lekker druk en lekker chaotisch. Echt iets voor mij. Ja, ik vind hem top. Ik had hier nog een paar sleuteltjes liggen die ik er op wil gaan doen.
deze nog doet. Gewoon met je vingers. Dan zie je die wel beter. Deze doen we daar. En dan een kleintje hier. Deze. Hierop. Ja. Ja, dat is goed. Mijn liefdadige dochter. Deze doen we daar. En de deurbel. Dit duurt alleen heel lang. Omdat ik niet eens maar zo'n klein beetje secondenlijn gebruik. Maar moet ik zeker weten dat het blijft zitten. Die zetten we schuin. Voilà. Die moet ik zo laten drogen. Dus dat duurt een tijdje. Maar ik ga even heel voorzichtig... Een beetje zo laten zien. Als die droog is, dan kan ik hem plat maken. Ik vind dit echt geweldig. Dit met dat koper en dit. Yes. Dus die leg ik even weg. Dat is nummer 1. En dan hebben we, dit was nummer 2. En nummer 3 ligt eventjes te drogen. Nummer 3. Dan wil ik hier nog een tekst opzetten. Die ga ik nou zoeken. Want ik wil ze wel af. Zodat ik klaar ben. Nu een zwarte. Ja, als we het over magic hebben, dan zetten we er deze op. Schaartje. Nou, die stoel toch. Keep some room in your heart for the unimaginable. En daar laten we het bij. Dankjewel.